Hallo iedereen! Hij loopt nog niet! Zet hem nu aan. Loopt hij! Okay. Hallo iedereen, welkom terug bij Jordi versus Rick. Wil een gast? Ja, Jordi en Rick heeft deze week al gewonnen, dus mij bedoelt geen hele flikker meer. Spek en bonen! Hey! En dit keer gaan we gewoon lekker hoverkart spelen, want het is zo'n geweldig spel. Favorietje! Ik snap ook niet hoe dit kan. Ik snap ook echt niet hoe het kan, want ik weet hoe je sneller gaat in het spel. Rick loopt de hele tijd, zei ik, ja, ik ga niet snel genoeg, ik weet hoe dat gaat. Echt waar? Ja, ik weet dus hoe het gaat, maar kennelijk werkt dat dus ook niet. Zie je al die rode muntjes op de vloer? Ja, die moet je pakken waarschijnlijk. Ja, dan ga je sneller. Hoe meer rode muntjes, hoe sneller je gaat. Ja, dat is ook in de vroegere Mario Kart. Ja, precies. Maar in het ene eetspel werkt het dus kennelijk gewoon niet. Jawel, gewoon take them coins. Hey Jordi, jullie zijn op voor, man. Gefeliciteerd. Ja, dat doe ik de hele tijd. Hoe voelt het nu? Ik zat de hele tijd... Wat een kutbaan. Deze ik zat bom. De hele tijd voor in deze race. Oh nee. Kut. Wat is dat al, een rondje? Yeah. Noem je dat een rondje? Ja, kom maar, ik kan er toch ook niks aan doen dat dit spel zo kloot is. Het is allemaal jouw schuld. We krijgen nog betaald door ik doe een bak. Ja, en het punt is, jij zal nu wel lopen zeiken. Er zit dit en dat en dan ga je me straks gewoon weer inhalen. Want zo werkt dit spel. Ik heb wel zojuist de trip. Hoppatee, gaat hij weer. Ik heb wel de triple boost opgepakt, doei. Oh, daar is de finish. Oh, wat? Ik zat vet erg achter. Ik was nog gevallen in het water. Oh. Dat gebeurt... Kijk. Er is iets van eerlijkheid, maar er is ook iets van oneerlijkheid. Hoe kan dit? Er is zoveel onrecht in de wereld. Echt? Dit spel... Ja, dit spel is verschrikkelijk. Nieuw lievelingsspel. Kijkers, ik daag jullie uit in... Hoverkart Racing. Echt waar. Zou we iets te maken hebben dat Rick de host is of zo? Ja, ik heb hostrechten. Oh, je kan boosten. Nee, dat is shiften. Dat is gewoon voor de bochtjes. Oh, had ik dat geweten. Dan, ik had het je nog gezegd, maar ik ben zelf geen shifter, zei ik nog erbij. Ja, wat doe ik nou? Ik nou zit in het water. Hey Jordi. Aan je kop. Zo maak je die bochten. Nee joh, gewoon met je paardjes toetsen, man. Hey Jordi. Hey, mijn! Flikker op, waarom kan je... Flikker op. Oh, ik mis die turbo's! Nee! Ik heb een turbo's! Oh, dat is best wel een lang baantje, joh, niet normaal! Spek en bonen! Langste baan van de hele wereld, hier! Oh, wat is... Echt, jongen! Ik geniet! Hier, een landmijntje erbij! Geef mij iets goeds dan! Ja, tuurlijk die triple boost, maar dan zit ik in het water, dan werkt het niet! Ja, dan werkt het niet, hè! Nee. Dan werkt het niet! Kutspel! Jordi, ben je nou een echte triple booster of niet? Hey, Rick, ben jij nou een echte downie of niet? Oh fuck, ik race over een landmijntje heen, daar zijn ze niet voor. Hey! Maar nee, hij heeft me ingehaald! Hij is invincible! Oh nee, je pakte net de items van mijn neus weg. Nee dit kan niet! Oh kut. Bijna! Ik heb gewonnen, 0,09 seconden. Zo weinig! Weet je waar ik aan ben gewend? Weet je, als ik die hoverbomb heb, dan doe ik pijltje naar achter. En dan wil ik spatie indrukken om hem naar achter te leggen. Maar kennelijk werkt dat niet in dit spel. Oh. Oké. Het is een irritatiefactortje. Het is een... Daar hoor je ook niks meer van, hè, Jochem Meijer. Jochem Meijer? Jawel hoor. Nee, man. Ik vind hem wel minder in zijn shows. Hij was vroeger Laka. Wat? Laka. Dat is nu niks meer. Nou, Rick. Planet Rock. Laten we het ergens over hebben. Dat pakken een random zuchten. Onderwerp. Okay, wat wist je al dat zuchten aanstekelijk is? Als er maar mensen om je heen zuchten, dan ga maar je dat zelf is ook gapen. Ook. Weet je wat gapen? We weten nog steeds niet waar gapen vandaan komt. Want het heeft statistisch gezien eigenlijk doet eigenlijk helemaal niks. Statistisch gezien? Het klinkt een beetje gay. Ik had het beter evolutionair gezien misschien. Gewoon, dat is toch een logische zin. Wetenschappelijk gezien doet het eigenlijk helemaal niks. Dat houdt niks in. Evolutionair gezien, dat betekent dat je geen betere kans op vruchtbare nakomelingen hebt. Dat is wel waar. Wat als je gaapt? Als je zuchten... Ja? Geen grotere kans hebt op het krijgen van veel kinderen. Die ook weer kinderen kunnen krijgen. Dus evolutionair gezien heeft het dan geen nut. Fucking you! Ik heb niet eens door dat ik aan het winnen ben. Maar wist je dat gapen... Ja. Dat doen we dus waarschijnlijk in eerste instantie... Ze denken dat het van de aap afkomt. En als we gapen, dat we dan gevaar uit dingen, zeg maar, naar richting andere gevaar. Mensen. Of. Dat toch eentje doen, we zijn dat toch. Ja, we zijn toch bezig met boeien, maar geen ene flikker. Ik ga gewoon lekker door. Bonen. Of dat als je gaapt, dat je dan meer lucht inneemt en daardoor beter kan nadenken. Dat zou maar kunnen.
Ja, wat denk jij? Ik denk dat het eigenlijk iets te maken heeft met de NSA. Ik denk eigenlijk dat Hitler een aap was. Dat zou heel goed kunnen. Eigenlijk is Hitler gewoon een aap. Dat je, als je terug in de tijd zou reizen, is het helemaal niet Hitler zoals we hem kennen van de films en de documentaires. Ja. Het is gewoon een aap met Hitler nazi-kleren aan. Dat zou best grappig zijn. Ik zou wel om kunnen lachen. Ik kan sowieso grappen. Ik zag net nog zo'n leuke 9gag post van iedere jongen zou wakker moeten worden. En dan zie je zo'n jongen met een naakt meisje op hem. Die zegt, goedemorgen schatje. En toen reageerde hij in mijn eerste comment meteen, ook Hitler, vraagteken. Kijk, dan denk je wel, het internet blijft wel scherp, weet je. Godverdomme, weet je wat trouwens ook nog eens een keertje irritant is? Als ik vol voor je rijd en ik plaats een mijn, dan gaat hij wel, dan explodeert hij, maar dan krijg je geen damage. Wat? Dat heb ik echt al 10 keer gehad of zo. Het wordt intens. Nou, dat voor de laatste episode. Oh, een van de mijnen die ik achter had gelegd. Nog een rondje? Dat was niet de finishlijn, dat weet je. Ik dacht dat de finish was. Man, waar zie jij de finish in dan? Mijn handen gingen helemaal van toetsenbord af. Hey, feestje. Nee, dit is feestje. Feestje. Ja, zoals je kan zien, ik ben niet echt allemaal 100. Maar wanneer wel? Hou eens voor gezien, dan wil je nog aan je doen. Wat zeg je nou? Wat ben je nou aan het vreten? Wat? Ik doe heel graag met mijn handen. Oké. Nou, we doen er nog eentje dan. Dan hebben we er 12 in totaal. Dat vind ik toch wel leuk. Mijn punten in. Dat kan je trouwens ook doen, hè? Wat? Je kan je punten inzetten op deze matches. Oh, ik dacht net voor Rick vs. Joy, die zit allemaal punten in van alle afgelopen afleveringen. Jij het überhaupt bij dan? Nee. Ja. Maar ik weet dat ik gewonnen heb met Draw My Thing. Oh nee, dat was gelijk. Draw My Thing was gelijk. Ja, Draw My Thing was gelijk. Jij hebt gewonnen met Creative Power en met SeaWorlds heb jij gewonnen. Ja, en jij hebt ook daartussen heb je een keer gewonnen. Ik heb ook een keer gewonnen, ja. Met die pizzasplief. De pizzasplief, die had ik gewonnen, ja. En voor mij heb je meer gewonnen nu, of niet? Voor mij hebben we allebei twee, en met deze erbij hebben we allebei 2 keer gewonnen en dan 1 keer gelijk, denk ik. Ja. Ja. Want we hebben 5 verschillende games gespeeld. 1 keer gelijk en allebei 2 keer gewonnen. Ja, er zat natuurlijk een kleine pauze tussen op een gegeven moment. Ja, dat was omdat ik ongesteld was. Ja, waren we allemaal op dat moment. Ben je niet echt in de mood om Rick versus Jordy op te nemen? We zagen dat Bardo in de Kingdom zat, dus hadden we zoiets van, oh mijn god. Oh mijn god, echt geen Rick versus Jordy. We zijn zo populair, we hoeven geen Kingdom versus Jordy meer te doen. Kingdom versus Jordy versus Hey, lol! Nee, flikker op! Hey, faggot! Kutje! Had je nou maar al je punten ingezet, hè? Ja, dat oh! Jij hebt niks. Ja, ik zet niks in. Ik zet al mijn punten in. Okay. Is goed. Nou, zeg kijkers maar bedankt voor het kijken. Zo, tot volgende week. Je bent de winnaar. Doe maar gewoon iets. Bedankt voor het kijken. Leuk dat je hem leuk vond. En tot de volgende aflevering van de Rick vs. Joy. Had ik een zeker spelletje achter, want we hebben nu al kut ideeën. Ja, kijk dit. Dit was Rick's idee trouwens. Dit is Rick's idee. Fucking motherfucker. En geef een groen duimpje als je ook wil dat wij in de Kingdom komen. Ik wil niet in de Kingdom. Oh nee, we gaan nog een keer. Doei. Bye.